Dimitri, de held van de avond, natuurlijk met je negen darten, maar jij hebt de afgelopen maanden aardig wat meegemaakt, hè, met je vriendin. Vertel. Ja, het is inderdaad een hectische tijd geweest de laatste weken, zeg maar ook maanden. Mijn meisje heeft sinds een enkele weken terug een harttransplantatie ondergaan. Ze is een jaartje ouder dan mij. Ik ben 24, zij is 25. Maar toen dat ze in een coma lag, heb ik geprobeerd mezelf zo hard mogelijk te focussen. En als ze zou wakker worden, haar zo goed mogelijk trots te kunnen maken. Dus ik heb echt enorm veel staan trainen. En ze is sinds, niet vorige week, maar de donderdag daarvoor ontwaakt. En sindsdien, ik weet niet, alle trainingen komen gewoon naar boven. Ze maakt me nog 10 keer zo sterker. En vooral die negen darter vandaag, die heb ik gegooid. Ik ben blij dat ik hem heb gegooid, maar ik kan ze aan haar overdragen. Dat het dan... Volgens mij, vlak voordat je naar Wenen toe ging van de World Series Finals, waar we allebei waren, toen ontwaakte ze de coma. Ja, een minuut voordat ik met het vliegtuig de lucht in ging, werd ze wakker. Ik kreeg ineens een berichtje van haar broer, van haar oudere broer. Van ze is bij. Ik zeg, wat bedoelen? Ja, ze is ontwaken. Ik zeg, dat meen je niet. Dus ik heb heel die vlucht met een grote, grote glimlach geweest. Dus ja, ik heb emotionele weken, dagen achter de rug gehad. Ik heb sindsdien ook elke dag met haar staan sms'en, bellen. Haar broer zegt, hoe kan je het? 6 uur met je meisje bellen. Ik zeg, ja, zeg, we zijn verliefd. Klaar, we zijn verliefd. Ja. En dan is zij hier niet bij. En toch ontleen jij daar kracht uit. Ze maakt me sterker, want het is ook... Het maakt niet uit waar ik ben. Of ik ben in Engeland, ik ben in Duitsland, ik ben hier. Het maakt niet uit. Ze stuurt me de hele tijd berichtjes. En ze maakt supermooie posten op Facebook. Ze zet haar statussen. Dat is ongelooflijk. Ik heb het tegen haar al meerdere keren gezegd. Zeg, schatje, jij maakt mij zo sterk. Hè. Jij maakt mij zo gelukkig. Hè. Dat is ongelooflijk. Al uw steun, hè. Dat is echt ongelooflijk. En ik ben blij dat ik dan zulke dingen kan doen waar zij op kan kijken. En hopelijk snel, als de dokters oké zeggen, kan ze meegaan met mij. Dat hoop ik echt. Verliefdheid en gezondheid. Ja. Als dat allebei goed is, dan is het mooi. Hè? Zeker weten. Maar het is nu al heel mooi met haar. Dat is echt nu echt al heel mooi. Echt waar. Fantastisch verhaal, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.